Minister Henry Orie, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, pakt zijn functie direct hard aan. Het gaat erom dat er heel veel problemen zijn met betrekking tot ons onderwijsproces in Suriname. En daarop stelden wij een paar vragen aan de minister. Wij voeren u terug naar dit moment. Gisteren heeft een team al van ministers behoorlijk werk gemaakt om op 1 mei te praten. We gaan het voortzetten. Een aantal problemen zijn boven mijn verantwoordelijkheid. Dat als het gaat om salariseisen, dat kan niet een minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur alleen beslissen. Maar je gaat kijken naar andere elementen van die oplossingen. Belangrijk is het doel, geen conflict situaties, geen de zaken die verergen, dialoog en een oplossing komen. Minister, er werd daarnet aangegeven door de leerkrachten die eigenlijk ze hadden gewacht op de president om een gesprek met hem te voeren. Maar ze geven aan dat hij zijn belofte niet is nagekomen. Als nieuwbakken minister van Onderwijs, bent u bekend met de vele problemen die zich afspelen binnen het onderwijssysteem? Ik ben bekend met die problemen. Problemen zijn er genoeg. Het is die van vandaag, het is opgebouwd, structureel, incidenteel. Je gaat oplossingen voor voetdragen, maar ik heb ook geen toverstok in mijn achterzak, lieve mensen. Om te zeggen, simsalabim, morgen heb ik het opgelost. We gaan moeten kijken naar gestructureerd hoe we die oplossingen op termijn moeten gaan plegen. De nood is op dit ogenblik heel hoog bij een aantal, zie ik, en we gaan daar verder het oppakken. Maar de leerkrachten zeggen, zolang geen oplossing, geen onderwijs? Dat is natuurlijk hun stijl van onderhandelen, hun stijl van dreigen, maar ik ben geen voorstander van dat soort uitgangspunten. We gaan in dialoog met elkaar blijven treden en kijken hoe wij ergens tegemoet komen. Maar als... Door de vorige minister zijn er een aantal nieuwe punten uitgevoerd, laat ik het zo zeggen. Het beleid eigenlijk uitgestippeld van doorstromen. Gaat dat voortgezet worden? Nee, daar ga ik niet op dit ogenblik antwoord op kunnen geven. Er zijn wat issues van mijn vorige collega. We gaan dat grondig op de evaluatietafels leggen. En ik heb het gevoel dat er een aantal aanpassingen moeten gaan komen. Wat zowel bij ouders als het veld is daar een aantal zorgen die groot zijn. Dus we gaan, geeft u mij de ruimte om een beetje op adem te komen en rustig met de staf en de deskundigen en het luisteren naar het veld kijken wat voor opties er zijn. Maar ik heb het gevoel dat we een aantal zaken zullen moeten gaan bijdragen. Als onderwijsdeskundige en wetenschapper, heeft u ook het nieuwe systeem kunnen volgen zo'n beetje? Wat vindt u zelf van het nieuwe systeem? Dat systeem is noodzakelijk. Onderwijsinnovatie is belangrijk in ons land. Maar je moet het wel temporiseren op de maat waarop onze samenleving deze zaken kan overnemen en implementeren. En daar zit de kracht, implementatiekracht om nu rustig een aantal dingen op te bouwen. Dat gaat niet in één keer. Misschien moeten we wat pilots zetten en leren van die pilots en dan oppakken.